Bij zijn afscheid als president van de Nederlandse Bank wil Nout Wellink verantwoording afleggen. Hij wil als het ware zijn verhaal vertellen. En dat doet hij uitvoeriger en gedetailleerder dan ooit. Natuurlijk gaat hij daarbij ook in op de kritiek die er de afgelopen jaren op hem is geleverd. En in een van de laatste gesprekken zei hij tegen me van, nou, ze zullen wel weer zeggen dat ik me gelijk probeer te halen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Hij probeert analytisch uit te leggen wat er in de ogen van de Nederlandse Bank nou allemaal is gebeurd. En daaruit probeert hij lessen te trekken. Nout Wellink is natuurlijk ongelooflijk lang verbonden geweest aan de Nederlandse Bank. Eerst 16 jaar als directielid en daarna 14 jaar als president. Dus in totaal bijna 30 jaar. En in die tijd is de wereld natuurlijk totaal veranderd. De financiële wereld is veranderd. Die is veel Angelsaksischer geworden. Veel meer door winsten en bonussen gedreven. En al die derivaten en ingewikkelde producten zijn op de markten gekomen. We hebben een explosie gezien van financiële innovatie die eigenlijk geëindigd is in de crash van 2007-2008. Dan ten tweede is natuurlijk het monetaire beeld voor de Nederlandse Bank totaal veranderd. Vroeger was het de hoedster van de gulden, maar de gulden is verdwenen. Het monetaire beleid is naar Frankfurt gegaan. Wellink zit in de raad van bestuur van de ECB. Daar wordt het Europese monetaire beleid gemaakt. Dat is totaal anders dan in de periode toen hij hier begon. En ten derde is het politieke klimaat in Nederland natuurlijk behoorlijk veranderd. Met de opkomst van het populisme, Pim Fortuyn en nu de PVV. Partijen die heel kritisch zijn tegenover het establishment. Die kritisch zijn tegenover de financiële wereld. En die het ook echt persoonlijk op hem gemunt hebben gehad. Vorig jaar werd in de Tweede Kamer, het parlement zelfs nog gezegd door een van de Kamerleden, dat Wellink maar beter kon gaan vissen. Nout Wellink heeft veel kritiek gehad in de DSB en iSafe affaire. Hoe kijkt hij er tegenaan? Nou, hij is er eigenlijk heel zelfverzekerd over en hij bijt nu ook harder van zich af dan ik hem eerder heb horen doen. Zelfs in de verhoren door de commissie De Wit in de Tweede Kamer. Hij zegt eigenlijk over iSafe met zoveel woorden. We zijn belazerd door de IJslanders. Ze waren te kwade trouw en ze hebben ons met verkeerde informatie het bos ingestuurd. En daar heeft de Nederlandse Bank dus niet adequaat op gereageerd. Je zou natuurlijk altijd kunnen zeggen, ja, maar jullie hadden zelf je onderzoek veel uitvoeriger en diepgaander moeten doen. Maar hij speelt die bal echt helemaal terug naar de IJslanders. En dan over DSB, waar natuurlijk ook enorm veel kritiek is geweest dat de Nederlandse Bank te lang DSB in de lucht heeft gehouden en toen plotseling de stekker eruit trok. Daar is hij eigenlijk heel kritisch over Pieter Lakenman, de man die de oproep deed aan de spaarders om hun geld bij DSB weg te halen, wat een elektronische bankrun veroorzaakte. Nou ja, en dan houdt het heel snel op voor een bank. En hij is heel kritisch over de directie van DSB, die eigenlijk de regels niet kende van de Europese Centrale Bank, waar ze enorm veel kredieten van kregen. Waar heeft Wellink slapeloze nachten van gehad? Nou, ik vond het opmerkelijk dat hij zei dat hij van de financiële crisis op zichzelf geen slapeloze nachten heeft gehad. Hij is er altijd van uitgegaan en van overtuigd geweest dat die door overheden opgelost zou kunnen worden. Maar waar hij wel een slapeloze nachten van kreeg, dat was van het vijandige bod dat een Brits hedge fund in het begin van 2007 deed op ABN AMRO. En dat was eigenlijk het begin van die hele overnamestrijd waarbij uiteindelijk een consortium van drie banken ABN AMRO uit elkaar heeft gerukt en in drie stukken heeft verdeeld. Daar had hij enorme zorgen over en eigenlijk ook grote bezwaren. Maar op dat moment, 2007, was er in Den Haag, politiek Den Haag, geen enkele aandacht en geen enkele waardering voor zijn zorgen. Hij heeft drie keer geprobeerd om met premier Balkenende een afspraak te maken om erover te praten. Dat is mislukt, dat is niet gebeurd. Bij minister van Financiën Bos, die net aangetreden was, kreeg hij eigenlijk ook geen gehoor. Want men ging ervan uit, ja, dat is marktwerking en aandeelhouderswaarde die moet gerealiseerd worden. Nou ja, we weten hoe het is afgelopen. In de loop van 2008 ging Fortis kopje onder en in twee weekenden in september-oktober 2008 moest de Nederlandse staat ingrijpen en heeft hij de Nederlandse delen van ABN AMRO en van Fortis Nederland overgenomen. Nou ja, wat is er uiteindelijk gebeurd? Er is ontzettend veel geld verloren gegaan, iets van 30 miljard euro. En er is een zwakke, verzwakte ABN AMRO voor overgebleven.